Zitten wij goed in het midden? Dan zit je nog wat meer naar achter, nee? Niet naar achter? Ja. De camera staat ik wel niet echt naar het midden gericht. Klopt dat? Of? Nee, tot dan. En naar de kant en omhoog. Wat ook goed aan je voeten werkt, is want je kijkt heel veel op deze hoogte en dan wordt je aandacht naar beneden getrokken. En dan, gebeurt, dan ga je terug naar het gezicht en je doet... Daar moet ik wel heel afjes op. Zo. Wacht even. En dan is één keer achter. Wacht. Luister naar de muziek. Ram! Ram! Tjang! 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 Normaal is het de muziek. Oké, wacht. De klemtonen, mooi. Ja, dan hebben we de noodzaak, is dat niet? Ja, de noodzaak. De noodzaak? Dat is altijd een noodzaak, daar is dat. Ja. Wij zijn alle twee idealisten. En verkondigen, zeggen dan ook heel graag, dat we theater als een medium zien waarmee we de wereld kunnen veranderen. Ja. We zijn ook naïef in ons werk en daar kiezen we ook bewust voor. Ja. We hebben niet de behoefte om op barricades te gaan klimmen en te schreeuwen om revolutie of dat samen afzetten? Ja, dat is wel gedaan. Goed. Oh ja, dat is echt stevig. Gaan jullie eens naar achter leunen? Maar pas op nu. Ah ja, die maar ik sta hoor. Ja, dat was ook een geest. Huh? Is dat een bel? Ja. Hallo. Goeiedag. Wij zijn van Ballet Dommage en wij zouden hier graag een korte gratis voorstelling komen brengen van haar minuutjes, VOLK genaamd. Heb je daar zin in? Dankjewel. Vond je het mooi? Mooi? Ja. We vonden het leuk om te mogen spelen voor u. Ja, het was heel leuk om voor jou te spelen. Dankjewel. Nu gaan we bij de buren langs. Ja. Bye. Oké. Het is echt leuk. Man, ik ben echt ontroerd. Ja, zalig. Oké, kom maar. Hoe reageerde ze? Dat was zo leuk. Die was zo beschaamd, maar toch ook zo zalig. Oké, kom. Ik heb nou al net een klein meisje zien piepen die zoiets heeft van juist, die komen ze goed hier, toch? De Gentenaars in de Congostraat konden gisteren kennis maken met Ballet Dommage. Dat is een collectief van jonge theatermakers dat vanaf volgende week door de straten van Gent trekt met een mobiel miniatuurtheater. Ballet Dommage gaat van huis tot huis en biedt de bewoners een korte privévoorstelling aan. Gentenaar, schrik niet als dit vreemde vehikel een van de komende weken ook voor uw deur halt houdt. We wouden echt een dichte ontmoeting centraal stellen in dit project. Door echt letterlijk aan te bellen bij mensen aan de deur. En zo echt diverse mensen te ontmoeten. Dat zou de kortste weg zijn. De weg dat we komen, best hè. Dus dat is nummertje 3, hè? Oh my god. Wat was dat? Er is echt iets. Er is iets door. Dat is toch nog redelijk snel. Hebben we het? Goedenavond. Heb je jullie gisteren gezien? Ah, is het? Ja, in de keuken. We staan voor uw deur, naar het theater, helemaal gratis. Ik ben hier helemaal alleen, dus er zijn geen andere toeschouwers. Dat is toch spijtig? Dat is helemaal fijn. Is het oké als wij aanbellen als we klaar zijn? Want nu moeten ze nog even... Ja, we moeten ons even... Ja, maar je kunt niet aanbellen, want die bel gaat niet. En dan kunnen we kloppen? Nee, ik doe ze niet meer open voor niemand. Ook voor niemand? Voor niemand, nee. Voor geen mens meer. Als ik ze open doe, dan krijg ik ze misschien zelfs niet meer toe. Hoe gaat u dan naar binnen? Gaan ze verhuizen. Er zijn al 2 keer, hè. De mensen dus aan mijn bed hier staan, hè. En kan je raampje niet open doen? Nee, ze zijn gebroken, hè. Kan je raampje open doen? Ja, ja, dan doen ze geen probleem. Dan gaan we het zo doen. Geen probleem. Als jij het kunt, we moeten het doen. Nee, zal ik kloppen en dan doe het raampje open. Is het goed? Ja. Oké, afgesproken. Tot straks, hè. Fijne avond, hè? Dag meneer. Sorry. Dag. Goedenavond. Wij brengen u 3 minuten gratis theater aan uw voordeur. Wilt u eventjes blijven kijken? Ja, zijn er nog mensen thuis? Hier. Juist nog wel. In de deur is perfect. De deur is perfect? Ja, als u hier blijft staan kijken, dat is ideaal. En als ik mag, dan ga ik even snel bij de buren bellen. En als er iemand thuis is, komen die ook hier aan de voordeur kijken. Is dat goed? We moeten hier blijven staan kijken. Is dat? Duurt het lang? Duurt dat lang? Nee, 3 minuutjes maar. Want ik, ik ben nou maar met eten bezig. we dat eens hier. Het is van minderjarig. Allee, dankjewel. Je was een fijn publiek. Ja. En jullie waren prachtig acteurs. Echt, ik had een beetje bang. Ik ram met dat water, dacht ik. Ja, ik het is een grapje. Nee. Het is enkel in elkaars gezicht. Hartelijk bedankt. Ja. Bedankt. Ja, bedankt. Fijne avond. Merci. Als de muziek begint, dan zijn we begonnen, hè? Oké? Ja. Dus je bent aan het slapen, doe maar je oogjes toe. Ja. En aan het snurken. Nu ben ik zelf in Eva. Nu je handje eruit steken. Strek ze. Strek ze. Ja, tango dansen. Ja, dan mogen jullie de gordijnen open doen en buigen. 1, 2, 3. Oh. Supergoed hoor. Heel goed gedaan. Amai, een applausje.